Eerlijk, hoe vaak eet je uit verveling? Met een douche, met bakken, met karton. En welkom weer bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. En ik kan nog steeds echt een beetje balen van mijn vorige video. Gewoon dat beeld allemaal weg. Maar oké. Okay. Ja, dat gebeurt me één keer en nooit meer. Hoop ik. We gaan lekker het weekend in. En ik moet het hele weekend werken. Normaal ben ik altijd nog wel een dag vrij in het weekend. Maar nu is zondag Robert Leroy. Die gaat bij ons zingen. Dus we zitten echt al helemaal vol. En op dat soort avonden, ja, dan werk ik gewoon altijd. Dat is natuurlijk ook wel logisch. En dat vind ik ook super leuk. Dus, ja, ik ga nu dit bed uit. En, ja, tot zo weer. Tot zo weer. Nu krijg ik dus een reactie binnen onder een oude vlog van mij van als je die Sarah broeken binnen hebt, kun je dan een unboxing doen. En die unboxing stond in het beeldmateriaal wat ik dus allemaal kwijt ben. Dus bij deze doe ik het even overnieuw. Ik had die zwarte nieuwe broek aan toen ik uit eten was met Malou. Dat was die met die strikjes, dus die ligt nu ook in de was. En dan was dit verder wat ik nog had besteld. Deze broek, gewoon een lange donker lichtblauwe stretchbroek. Deze lichtblauw met dit aan de onderkant. Wel schattig. En dan deze donkerblauw met dit op je buik. Dus deze valt zeg maar hoog. En dan kan je een leuk shirtje erin doen of zo. Yes. Ja, dat waren dus mijn broeken die ik had besteld. Oké, ik ga nu douchen. Hi guys, ik ben geshowerd en uit verveling ga ik dit eten. Eerlijk, hoe vaak eet je uit verveling? Als je niet zou vervelen, zou je zo vaak niet eten. Ik tenminste. En dit is zo lekker. Hamkaas is denk ik wel echt een van mijn favorieten. Ik heb net trouwens een toto gezet. Ik weet niet of jullie het leuk vinden om te weten, maar ik speel af en toe speel ik een toto over voetbal. En ik heb gezegd dat... Wat heb ik nou gezet? Even kijken. Even kijken. Oh ja, ik heb gezet dat AZ gaat winnen. Ajax en Sparta. Dus, wish me luck. En ik ga nu mijn tanden nog een keer poetsen. Want dit is echt vette, vieze stinkchips. En dan ga ik Bobby uitlaten. En dan ga ik werken. I see you later, alligator. Oh, mijn vriend is echt een eend, jongen. Vergeet hij weer maloenen te halen voor de zaak. Dus nu moet ik dat gaan doen. Dus ik rij nu even langs de Lidl. En dan moet ik 12 maloenen gaan meenemen. 12 maloenen. Zwaar ook, zeg. Jezus. Echt, het kost trouwens echt helemaal niks bij die Lidl, joh. 12 van die meloenen voor €9,50. Ja, nu snap ik waarom we het daar van moesten halen. Dat is echt goedkoop. Oké. Okay. Wow, ik rijd bijna tegen die auto aan. Hallo, hallo, hallo. Het is gewoon 2:30 s'nachts. En oh, ik krijg mijn jas niet uit. Wow, het is het laat. Ik heb echt nog vet lang in de brochette gezeten. En echt serieus. Wow, sorry. Sorry. En ik was echt serieus met mijn oom en met een vriend van mijn oom. En we hebben echt van 1:30 tot 2:30 lopen lullen over precies poep. Ha. Ik ga jullie even neerzetten in mijn badkamer. Ik moet
eigenlijk ook nooit, hè? Dit is mijn badkamer. En ik ga even mijn tuintjes poetsen. Dat was alweer de vrijdagavond, guys. We hebben het weer overleefd. En het was niet heel druk, maar... wel gezellig. Leuk. Face wash. Ik vind het zo knap als mensen kunnen slapen zonder hun make-up eraf te halen. Gewoon, hoe vies is dat? Als ik echt veel heb gezopen, heb ik nog wel eens de neiging om gewoon met make-up te gaan slapen. En dan word ik de volgende dag zo verrot wakker. Gewoon echt zo vies is dat. Oh, dat was mijn crème. Ik word zo gek van Jeffrey. Die gebruikt nu ineens dagcrème voor in zijn haar. Dit gaat hij gewoon als gel gebruiken en nu is die hele pot vet snel op. Kan je dit nou als gel gaan gebruiken? Het slaat ook nergens op. Hier ben ik klaar. Oké. Nu ga ik plassen. En ik ga me omkleden. En ik zie jullie morgen weer. Good morning sunshine. Hi mijn allerknapste vriend. Hi lelijkerd. Oké, mijn vlog van al mijn beelden kwijt staat online. En nu ben ik echt benieuwd of ik kutreacties krijg. Daar ben ik echt benieuwd naar. Want hij is echt... niet leuk, maar oké. Het is niet anders. Dus we gaan maar weer met deze video iets leuks ervan maken. Wat gaan we doen? Soms zit ik ook echt te bedenken. Dan ben ik samen met je vrij en dan denk ik, wat gaan we samen doen? Het is zo moeilijk. Toevallig appt Kel me nu van, ja, Cher en ik zijn allebei vrij, maar wat moeten we nou gaan doen? Er is gewoon echt niet veel te doen. Ja, je kan wel weer uit eten gaan of zo, maar... wat is nou echt leuk om met je partner te doen? Geef mij hier tips. Ik dacht echt van kom we gaan een keer paardrijden met z'n tweeën. Dat is toch te grappig gewoon. Boyd en Amanda kwamen laatst met midget golven. Dat is ook wel weer een keer wat anders. Maar ja, dan moet je het wel gaan doen, Bochi. Want ik ken mezelf. Wij zijn altijd weer van die luizakken die denken oké, laat maar. We gaan wel weer uit eten. Oké. Ik ga Malou even bellen. Tot straks. En ik zit alweer in de car naast Kellyanne. Kwam ook. En dat is zo gekomen omdat we even iets moesten halen. En we gaan nu... boodschapjes doen voor strafwerk. Oh nee, dit kan niet. Ja, we gaan volgende week naar strafwerk. Maar het is absoluut geen straf om naar strafwerk te gaan. Nee, echt niet. Alleen, er staat weer alleen maar regen. Alsjeblieft. Nee, dat komt goed op. We gaan nu even bij het Amsterdamse bos zitten, want dan kan die kleine draak hier al even lekker bewegen. Carl heeft een eigen Snapchat vlog shit en dat heet Carl's TV. Kellyanne Bent. Allemaal. Kellyanne Bent. Je gaat helemaal stuk. Ze lijkt een beetje op Nienke Plas. Ja, vind je? Ja, jij bent wel humor. Jij maakt alleen maar grapjes in je. Ja, maar kijk, weet je, ik durf dat dan niet naar iedereen toe te sturen. Om... nee, maar je moet het echt doen, geloof me. Ik zie potentie in je. Maar dit lied, die Lil Kleine is zo bek, jongen. Ik vind al zijn liedjes leuk. Hier kan je tussen. Ja, hier kan je tussen. Waar kan je niet tussen met Smart? Nee, echt. Maar hoe lekker is een Smart? Ja. Elke keer zeggen mensen tegen mij, verkoop je Smart. Ik wil het gewoon niet doen. Automaat, ik pas overal tussen. Ik scheur overal in. You can sit with... oh nee, wat is dat? You cannot sit with us? Nee. Weet ik niet.
You cannot sit with us. Smart Club. Smart for two. Ja, smart for two. Maar het is ook wel chill, want ja, sorry, ik ben met mijn smart. Ik kan je niet ophalen. Ik heb mijn twee plekken. Ja, zo egoïst ben jij wel, hè? Ja, Kelly neemt een lekker hazelnootcakeje. Waar ik nu een hapje van ga nemen. Ja, zie je, dit is wel dat schuim. Dat is lekker. Ik ben niet zo'n slagroommens. Eén hapje. Een beetje, toch weer een hapje nemen. Oké. Ik ga mijn haar vast doen en dan ga ik naar mijn werk. Ik neem wel voor de zekerheid even wat spullen mee. Want heel misschien ga ik na mijn werk naar de parade toe. Dat is nu weer begonnen in Amsterdam. En ja, oké. Ik ben echt super oranje opgemaakt. Maar dat boeit me even niks, want dan zit het er lang op. Oh, en trouwens, daarvoor pakte ik mijn camera. Dat is altijd zo. Zelfs als je naar de supermarkt gaat en je gaat voor tomaten, je neemt alles bij mee, behalve tomaten. En dat heb ik dus nu met dit ook. Ik wou iets zeggen. En dat was dat ik echt even de mensen super erg wil bedanken voor alle lieve reacties die ik krijg over alle broeken, merken en dingen. Want daar heb ik jullie helemaal nog niet voor bedankt. Nou, dat had ik eigenlijk wel gedaan, maar dat beeldmateriaal was weg. En toen zei ik dat ik een dikke shout-out wou doen naar alle mensen die de tijd hadden genomen om een reactie te plaatsen. En Malou, die appte me net toevallig, die was op Amstelveen en die heeft een Levi-broek gehaald. Dankzij jullie ook, omdat zoveel mensen zeiden, haal een Levi-broek. En ze vond hem super mooi en ze zei, Bo, je moet die broek gaan halen. Dus jullie zien mij binnenkort in een Levi's broek. Dankjewel. Oké, ik ga nu naar werk. Doe nou! Ik ben auto open hier. Je kijkt ook helemaal niet naar links of naar rechts, hè? Dus rij je iemand aan. Oké, we zitten in de car. Ik ben klaar met werken en ik ben weer met Kelly Hones, Call TV. Het is precies 12 uur. Oh nee, 5 voor 12. En we rijden nu naar Kelly's house. Want we hebben besloten om toch nog even naar de stad te gaan. Beraden wordt niks, want het is niet echt mooi weer. Dus dan is dat ook niet echt leuk, want dan heb je echt zo'n blubbershooi, want het heeft geregend. Dus we gaan even naar Palla of zo, even kijken. Of Players. Malou is in de Players, dus even kijken wat het wordt. Doei, zeg maar doei. Doei. Dus wij gaan nu naar Palladium. En iedereen aan de overkant kijkt ons aan. Hier naast me ook. Serieus, het is 4:30. Dit heb ik al even een tijdje niet meer gehad. En het was zo onverwachts en het was zo gezellig. Hoe dan ook echt, hè. We lopen nu op straat, Bobby uit te laten. En zo leuk, ik liep net met Kelly en de rest natuurlijk. Liepen we door de straat uit de Van Dijk. En toen waren er een meisje met ons op de foto. Vet leuk. Echt schattig. Die kijkt onze vlogs. Superleuk. En ja, het is best koud. Maar dit is toch gewoon een verschrikkelijke zomer. Ik loop met een trui nu aan en het is gewoon fucking koud. Nou en, wat maakt het dan uit? Heel veel, het is 4:30. Oké, baby. Wij gaan lekker slapen. Tot morgen. Zeg maar tot morgen, schat. Tot morgen. Tot morgen. Ik zie jullie morgen. Nee. Jullie zien mij wel. Goedemorgen. Volgens mij had ik nog best wel wat drank op. Lekker, dat voel je altijd die volgende dag. Ik zit nu ruim brood te eten. Het eerst salami. En daarna Nutella. En ik heb het er allemaal op hoor. Bobby zit naast me te wachten totdat we naar buiten gaan. Ik ga je uitlaten. Het is 10:50 alweer. Ik ga even mijn camera opladen voor vanavond. Want ik ga veel filmpjes maken in de brochette. Omdat Robert Leroy komt. En kijk. Oh nee, hij is wakker. Ben je al wakker?
Stiekem een sluipert. Ik dacht dat je lag te pitten nog. Ik vervelend. Jij bent vervelend. Schattenboutje. Zeg maar goedemorgen. Stem je. Oh, je eihoofd. Ta-da-da-da-da-da-da-da. This is my Sunday morning with my mans. And another man. And a woman. Schat, kom. Kom. Okay, kijk uit, ik heb deze vast, hè. We gaan een film kijken. Die heet Kong Skulls Island. Ach, gezellig met z'n tweetjes op deze zondagmiddag. Oh mijn god, hij is dood. Mijn haar is nog helemaal nat gewoon. Het is 6:10 en ik moet om 5:30 beginnen. Waarom duurt deze lift altijd zo fucking lang, jongen, als je haast hebt? God, heb je haast dan? Ja, hoe laat is het? 10. Bas is gewoon bezweet. Ja, niet gek met deze temperatuur. Nee, ik ben gewoon. Mijn shirt is gewoon wit uitgeslapen. Maar we hebben wel gewerkt, dat zie je wel echt. Dan heb je er nog één, ook bezweet. Oké, we gaan nu maar opruimen. Yo, het is 2:15 en ik ruim nu naar mijn huis. God, het was echt niet normaal druk. Ik heb alleen nog echt zo'n fucking erg honger, jongen. En er was gewoon niks meer wat ik kon pakken, omdat alles was opgeruimd. En wat heb ik thuis? Helemaal niks. Oh jawel, ik kan trouwens wel even crackers met smeerkaas gaan eten. Daar heb ik wel trek in. Op een of andere manier heb ik altijd 's avonds, als ik klaar ben, dan heb ik echt zin in kaas. En 's ochtends heb ik echt meer zin in zoetigheid of zo. Nu smak ik echt naar hartigheid. Kunnen jullie me zien? Nee, een beetje. Sorry. Oh, Donnie staat ook echt hier op straat. Is hij nou weer aan het doen? Don! Don! Ik moest even iemand thuis afzetten. Oké. Ik zit alleen met een probleempje. Ik denk dat ik maar nu in de lift mijn vlog moet gaan afsluiten. Want Jeffrey ligt al te pitten en anders ga ik hem sowieso wakker maken. Dat doe ik toch al, want ik moet toch nog even wat eten. Maar als die me dan weer hoort lullen tegen de camera... Gaat die weer zeiken? Die mannen kunnen alleen maar zeiken. Oké, guys. Zal ik dan maar op deze manier mijn vlog gaan afsluiten? Sorry. Not sorry. Want hij moet ook weer vroeg op. Dus dat doe ik ook niet aan. Vergeet allemaal niet een duimpje omhoog te doen. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan even. Vond je hem niet leuk? Tot ziens. Alle lovers, love you, alle haters, fuck you. Ik denk dat ik dat gewoon standaard ga zeggen. Ik vind dat echt een leuk einde. Pootjes einde. Oké, ik ga nu de lift uit, dus ik moet stil doen. Ik zie jullie zaterdag weer. Jullie zien mij zaterdag weer. Doei, bedankt voor het kijken.